koers, dames en heren, is de Victoria Park 2-jarige prijs. Gaan 9 2-jarigen achter de startauto. En de favoriet heeft een naam die doet vermoeden alsof dit prijzengeld hem wel goed uitkomt. Cash Only, Hugo Langeweg. We zijn nu op 100 meter van het startpunt. Vijftig meter nog. En de start is gevallen. Paarden zijn weg en aan de relingzijde is Callas Toscana goed weg. Daarnaast Candy Boko en het derde spoor is voor Candyman Scott. Een hoog candy gehalte in de eerste meters van deze koers. Maar aan de relingzijde is Callas Toscana toch het eerste bij de bocht. Callas Toscana, daarnaast Candy Boko, helemaal aan de buitenzijde, komt Cool Surprise naar voren. En daarachter gaat van de relingzijde nu van de benen die andere Cool in deze koers. En dat is Cool Runnings. Zo gaan de paarden de bocht door. Komen ze de rechte lijn voor de tribune in. Nummer 5, galop. Nu ook een galoppaarden van de 9, Callisto Kingsdeep. En door het derde spoor komt Cash Only voor de tribune. Uitgeschakeld, nummer 9, galop. Hugo Langeweg junior geeft gas aan de buitenkant met Cash Only. Maar vooraan gaat het duel om de leiding gewoon door. 3 paarden nu op 1 lijn. Langeweg junior kijkt naar de binnenkant, denkt wat gebeurt mij nou? En hij probeert nu weer terug te gaan op de rug van Jan Voren. Die blijft doordrukken aan de buitenkant op de leider. En zo zijn we inmiddels al in de slotronde. Aan de relingzijde Callas Toscana, daarnaast Candy Boko. Daarachter Cash Only, galoppaarden nu van Captain Rob. En zo gaan de paarden de bocht door. De paarden komen zo meteen de rechte lijn en de overzijde in. Leiden nog altijd dezelfde. Frans van der Blonk geeft graag gas aan kop met zijn 2-jarige paarden. En meestal houdt hij dat ook goed vol. We zagen dat vorige week met Koos Wagerman. Nu dus met Callas Toscana. Tweede aan de buitenkant is Cash Only. Aan de relingzijde daarnaast Candy Boko. Daarachter gaat Dion Tesselaar mee naar voren met Candyman Scott. Daarachter zit vast aan de relingzijde Cool Surprise. En die heeft aan de buitenkant naast zich Carla Burgerheide. Zijn de paarden die nog bij elkaar liggen. Zijn ook de paarden waar de trio aankomst uit gaat komen. En inmiddels neemt Cash Only de leiding nu over. Cash Only is de nieuwe leider. Candyman Scott gaat naar de tweede plaats en daarachter valt een beetje stil aan de relingzijde Callas Toscana. Paarden zijn inmiddels halverwege de laatste bocht en Cash Only heeft aardig wat moeten doen. En krijgt nog een aanval van Candyman Scott. Die twee paarden lopen een straatweg bij de rest en zo komen ze in de laatste rechte lijn. Met Cash Only aan de binnenkant, Candyman Scott daarnaast. Candyman Scott opent de aanval. Langeweg tegen Tesselaar. Tesselaar aan de buitenkant lijkt ietsje beter te gaan. Candyman Scott aan de buitenkant. Cash Only komt toch weer terug aan de binnenkant. Cash Only, Candyman Scott, Candyman Scott vecht vol op de streep en hij is er precies overheen. Candyman Scott, Cash Only en Carla Burgerheide wordt derde. Scott, don't tell me.